Jongens, zoeken wij een nieuwe video. Hildco Floris. En vandaag ga ik de Iwis naar max level upgraden. En ga ik met 4 verschillende Iwis dekjes spelen. Jongens, dit wordt super ziek. 2000 likes. Makkelijk. Dit gaat makkelijk lukken. En ben je nog niet geabonneerd? En kom op, abonneer nou eens. We gaan zo lekker met de abonnees. Jullie zijn legends. En ja, meer kan ik niet zeggen. Ik zit op mijn account en ik heb 4 Iwis dekjes gemaakt. En ik heb even gezocht op internet naar dekjes waar mensen 12 wins op Grand Challenge gehaald mee hebben. Want dat zijn vaak dekjes die goed zijn. En ik ga ze gewoon allemaal even laten zien. We hebben hier een Mega Knight Royal Hawks deck. We hebben hier een heel, heel oud. Mensen die lang Clash Royale spelen kennen dit wel. Het dekje van B-Red Minor Poison. Ik weet niet of dit dekje nu nog goed is, maar ik wil hem een keer testen. En nu kan ik het eindelijk testen. Hebben we hier een Wallbreaker, weer met een Mega Knight dekje. Ziet er heel goed uit. En dan hebben we hier een Ballon Executioner. Een Executioner heb ik niet max level, maar die is boosted dit seizoen. Dus ik kan het gebruiken. En dit deck zag ik in de top 200 staan. En ik heb hier gewoon super, super veel zin in. Natuurlijk heb je ook P.E.K.K.A. Battle Ram. Of Bridge Spam, sorry. Met de P.E.K.K.A. met de Iwis. Maar ja, er zit ook een Royal Ghost in. En ja, de Royal Ghost kan je niet echt vervangen. Want de Royal Ghost is best wel een unieke kaart. Daarnaast heb je met de Iwis ook nog een... Wat was het ook alweer? Oh ja, een Ballon Freeze dekje. Maar daar zit ook een Bowl erin. Een Bowl heb ik niet max level. En je hebt ook een heel goed Giant Dubbel Prins dekje. Die echt mega... Hier staat bijvoorbeeld iemand tweede mee. Maar ik heb Prins nog niet max level. Maar ik zit er wel over na te denken om een Prins naar max level te doen. Want de Prins is ook handig in een Logbait dekje. In een Mortier dekje. De Prins is best wel handige kaart op dit moment. En best wel goed ook. Dus misschien ga ik upgraden en ga ik met de deck spelen. Alleen denk ik niet dat ik goed met de deck ben. Want ik ben best wel slecht, zeg ik altijd, met Giant Miner. Ik weet nog niet of het echt zo is. Maar ik zeg dat altijd. Misschien is het gewoon helemaal... Zit het in mijn koppie? Misschien ben ik wel een legend in Giant Double Prince. Maar vandaag niet. Vandaag gaan we met deze 4 dekjes spelen. Maar allereerst moeten we daar natuurlijk onze Magic Archer... Hè? Electro Wizard mee upgraden. Let's go, jongens. Oei, oei, oei. Voor de echte OG's die weten dat de Electro Wizard een hele aparte legendary was. Wacht, ik neem even één slok. Wacht, ik zit even te denken of ik dit in één keer wil doen. Nou, oké, vooruit. Nou, nog even water achteraan. Voor de mensen die denken, waarom doe je water met de koffie? Mensen, oké, één hitje dan. Mensen die koffie drinken snappen waarom. Oké, maar de Iwis is een aparte legendary, want... En de mensen die al heel lang Clash Royale spelen en Clash Royale speelden sinds de Iwis überhaupt uitgekomen is, weten dat op het moment dat de Iwis uitgekomen was, er een challenge was. En ik kan even niet meer herinneren, maar volgens mij was het een... Ik weet bijna zeker dat het een 12 wins challenge was en niet een 20 wins, dat zou te veel zijn. Er was in ieder geval een challenge en die challenge ging op deze manier. Als jij de challenge won, kreeg jij een Iwis. En de challenge kostte 100 gems. Maar hele goede spelers. Hele goede spelers. Mooie arrows maar niet heus. Want die bomber was sowieso doodgaan. Hele goede spelers. Die gingen die challenge natuurlijk super vaak spelen. Want die won hem gewoon elke keer dat ze speelden. En elke keer opnieuw. Toen ze die challenge gingen spelen. Kregen ze een nieuwe Iwis. Dus destijds was het toen heel makkelijk als jij een goede speler was. Om de Iwis max level te halen. Dan moest je gewoon 30 keer die challenge winnen. Ja, dat is dan best wel wat gems. Maar dat is voor die tijd was dat nog best wel goedkoop. Dus dat is wel een grappig momentje. Heel veel mensen die dus lang spelen en speelden sinds de Iwis uitkwam. Weten dat. Maar dat was wel heel grappig, grappig ding aan de Iwis. Dus de goede spelers hadden de Iwis super snel max level. Ik destijds heb die challenge een stuk of 6 keer gewonnen of zo. Of 8 keer gewonnen. Wel vaak. Maar niet vaak genoeg om... Heel veel Iwis te krijgen. Dus dat is wel grappig. Wat me nu opvalt, we gaan nu even focussen op een potje. De deck is trouwens lekker. De deck speelt best wel chill. Ondanks dat ik echt niet aan het opletten ben, zijn we deze guy wel aan het inmaken. En wat opvalt is dat we tegen een Goblin Drill deckje spelen. Dus dat is best wel chill. De Iwis ook. Ja, ik weet wel hoe je met de Iwis moet spelen. We doen even de Mega Knight in de back. Dan gaat hij waarschijnlijk druk zetten via rechts met balbrekers en drill. Nee. Oké. We hebben de Inferno deck nog niet gebruikt. En... Die gaan we nu ook nog steeds niet gebruiken. Want ik ga toch eventjes dit op deze manier oplossen. Boom. Dan kom ik nu met dit. Dark Prince via deze kant. Oei. Oké.
Oké, dit is niet zijn best. We moeten er namelijk nog wel doorheen komen. Kom op, Iwis. Ah, kijk, dit is belachelijk aan de Iwis. Dat retargeten. Iwis bijna dood. Bandit schuift er met haar dash voor. Retarget de Iwis. Ik ga dit gewoon laten gaan. Let's go. Wij overcommit. Had ik helemaal verwacht. Ik laat dit lekker gaan. Bouwen wij die push op. Pakken wij de 2-1. 100%. Goede keuze van mezelf om dit te laten gaan. Dan moeten we heel even een beetje oppassen. Ik denk dat ik dit gewoon vuurbal. Wauw, pakken we value zeg. Joi. Pakken we zieke value. En als hij dit verdedigt, is het de beste speler die er bestaat. Maar ik zie hem dit niet kunnen verdedigen. Arrows erachteraan. Nou, misschien is het toch de beste speler die bestaat. Bijna heeft hij dit weten te verdedigen. Komt dit de vuurbal, komen wij gelijk. Hij heeft het gewoon verdedigd. Hij heeft de originele push verdedigd. Maar ja, dan komen we nu met Royal Hawks. En nu is het dan alsnog GG. Goed verdedigd van deze tegenstander. Maar wij winnen het. Heel lekker eerste dekje. Echt een heel lekker. Ik ben echt blij dat ik die Iwis gedaan heb, jongens. Ik ben echt blij dat ik die Iwis heb geüpgraded. Echt een lekker eerste dekje. Gaan we door naar het volgende dekje. En dat is een heel ouderwets dekje. Ja, niemand speelt nu nog met dit dekje. Maar het is wel een dekje van vroeger. En ik ben heel benieuwd of het goed speelt. Ik heb het over B-Red Minor Cycle. Of Minor Poison van B-Red. Mensen die lang dus Clash Royale spelen kennen dit dekje. Heel lang geleden. Sowieso, B-Red gaat de laatste tijd trouwens echt belachelijk op zijn YouTube kanaal. Ik zat laatst te kijken en ik dacht van, hè? Hoe is dit mogelijk? Maar hij gaat echt heel goed op zijn YouTube kanaal. Hij edit echt ziek veel. Ik ben benieuwd of jullie dat leuk vinden. Waarschijnlijk vinden jullie dat super leuk om te kijken. Alleen het ding is jongens. Mensen weten al. Ik zeg het heel vaak in de video's. Maar ik doe dus nu. Ik zit in Madrid. Ik woon in Madrid. Ik studeer daar een master. Je kan als je naar de universiteit gaat. Doe je eerst 3 jaar lang een bachelor. Dat heb ik afgerond. En nu doe ik nu nog een jaar achter een master aan. Dus dat is nog wat moeilijker dan de bachelor. En nog wat meer werk. En dat doe ik ook nog eens in een andere stad. Dus ik heb niet heel veel tijd om mega veel tijd. Ik heb niet heel veel tijd om mega veel video's te maken. Of nou ja, elke dag een video, dat lukt wel. En de reden dat dat lukt is puur en alleen omdat ik dus ook niet echt veel edit in mijn video's. Want als ik ook nog eens moet gaan editen, ja, dan wordt hem gewoon niet, jongens. Dat wordt hem simpelweg gewoon niet. Dat ga ik niet volhouden om ook nog zieke edits te gooien. En los daarvan, mocht ik het wel kunnen volhouden, elke dag een video met ziek geëdit, dan vind ik het ook gewoon niet leuk. Ik vind het niet zo leuk om heel veel te editen. Het is wel goed voor je video's, zeg maar. Ik vind de video's kijken wel leuk, maar ze editen dus niet. En ik vind opnemen leuk. Thumbnail maken vind ik ook nog wel leuk. Maar ja, dus dan weten jullie dat. Oké, genoeg gepraat. Wij gaan eventjes met de Valkyrie komen. En weer een Inferno-toren helaas. Ja, die Inferno-toren is niet altijd chill. We moeten even kijken of we de Iwis kunnen levend houden. Dat lukt. Wat wel chill is aan het dekje is dat wij een Iwis hebben. Dat is een Iwis dek. En die Iwis die pakt die flying machine altijd wel lekker. Dus dat is wel leuk dat we iets goeds hebben voor de flying machine. Hier gaan we helaas een beetje ten onder. En dit is wel een moeilijke matchup trouwens, jongens. Dit is wel echt een pittige matchup. Ice Spirit. Log ik deze denk ik weg. Nu had ik heel graag een poison willen droppen, maar dat was hem niet helemaal. Oh, maar oké. Okay. Eventjes die. Dat had ik al verwacht. Iemand één schot nog. Ah, nee, dat is niet te doen. Ah, jammer. Dat het B-Red dekje dat we zo hard worden ingemaakt. Nou, het is een moeilijk dekje, die van B-Red. En dan moet je dan wel net de matchup hebben. En dan heb je nog een kleine kans. Maar ja, die hebben we dan ook nog eens niet. En dan houdt het natuurlijk wel heel, heel gauw op met dit dekje. Ik was gewoon heel benieuwd of ik iets kon met dit dekje. Maar dit is gewoon heel, heel lastig. Die Inferno-toren verpest het een beetje. Of zijn winkel is natuurlijk Royal Hawks. En Inferno-toren is niet zo sterk tegen Royal Hawks. Had ik dit beter kunnen spelen? Waarschijnlijk wel. Alleen het is gewoon heel moeilijk. Het is gewoon een heel moeilijke, hele moeilijke matchup. We hadden natuurlijk de Royal Hawks. Hadden we met, als hij heet het in één lane kwam, had ik gewoon Valkyrie Log kunnen doen. Of Valkyrie IJsbeer. Maar hij deed heel slim split. Met ook nog die Royal Recruits. En wij hadden letterlijk alleen maar die Valkyrie. En ja, dat werkt gewoon niet. Het was leuk geprobeerd, maar het is niet een dekje voor deze meta. Gaan we door naar weer een leuk dekje. Wallbreakers Miner met weer de Mega Knight. Ik heb die Mega Knight natuurlijk ook naar max level geüpgraded, maar veel te weinig mee gespeeld. Dus ik ben wel blij dat we nu weer een Mega Knight dekje hebben. En daarna gaan we dus met Ballon. Oké, dat is chill. Dan weten we dat onze Miner gewoon rustig, of hij heeft Mirror, Miner gewoon hier achter kunnen gooien. Inderdaad, dan dacht hij niet, hij dacht dat we op de safe spot gingen. Maar wij zijn niet op ons achterhoofd gevallen, want... Oh nee, ik wil niet loggen. Oh. Oh, dit had ik beter kunnen doen.
Ja, oké. Okay. Gaan we gelijk druk zetten via deze kant. Hoppatee. Wat heeft hij voor een deck? Even serieus. Miner. Gang. Ook een Iwis. Tot nu toe kunnen wij zijn deck ook gebruiken. Hè? Misschien is dat een deck die wij willen gebruiken. Nedo. Gang Miner. Is dit ook een ballondekje, maar dan gewoon net iets anders? Even kijken. Iwis. Ik ga gewoon gokken dat hij de gang weer een cycle heeft. Ai, lekker, lekker, lekker. Mooie log. Ja, we hebben er ook weer niet heel veel aan natuurlijk. Eigenlijk hebben we er heel weinig aan. Nou ja, dan gaat hij ook nog eens dit doen. Dan wordt het alles nog minder leuk. Nou, doe even de Iwis hier. Kop Iwis erbij. Nee, de Iwis niet bij de Miner. Ja. Laat me heel even nadenken, jongens. Laat me heel even nadenken. Wat is zijn win condition? Daar hebben we nog geen idee van. Hij heeft de Zap. Dat ga ik laten gaan. Iwis. Hij heeft de Zap. Hij heeft de Zap. Hij heeft de Zap. Gaat hoge Iwis. Hij gaat Iwis gooien op de dingen. Gang dan op de dingen. Ja, gang op de dingen. Boom. Oké, die log was niet nodig, want die walbreker killde het al. Iwis op Iwis. Ja, ik denk Iwis op Iwis, tenzij hij iets geks gaat doen. Nee, we doen gewoon Iwis op Iwis. Let's go. Dan accepteer ik die ene hit op de toren. Ik had iets eerder. Oké, dan komt hij met dit. Oké, ik heb nu de cycle. Ik heb nu dus een cycle in mijn hoofd. Boom. Megadeth in de back. We gaan even een push opbouwen. Let's go. Wat heeft hij? Er is toch iets groots? Is het de Pekka? Het zou best de Pekka kunnen zijn. Nee, tot nu toe geen Pekka. En ik denk dat die Pekka dan ook niet gaat komen. Bandit. Miner op safe spot. Toch wel de Pekka. Oef, goeie Nedo zeg. Gaan we niet loggen. Nu zeker wel. Wauw, verlies ik nou echt hierdoor? Kom op, Pekka, ga alsjeblieft naar achter. Ja, Pekkaatje, lekker, lekker, lekker. Vuurbal, gewoon prieën. We moeten gewoon prieën op die vuurbal. Komt die echt met een hele lekkere Nedo? Oké. Ik moet 10 elixir hebben. Dan gooi ik eerst mijn Meganite op dit groepje. En dan een Hunter op zijn Miner om de Hunter zo snel mogelijk te killen. Of de Miner bedoel ik, zo snel mogelijk te killen. Ja. Hij doet de hele tijd erachter. Let's go. Ik ben heel veel de concentratie, jongens. We kunnen dit echt wel winnen, maar dit is een hele moeilijke matchup. We komen er nu even niet meer doorheen. Een lane switch is te laat voor. Hij komt sowieso hier met zijn... Wauw. Dat had ik niet verwacht. Waarom doe je de hele tijd op dezelfde plek? Ja, daardoor... Bobbrekers. Wat de hel. ...96 genoeg. Ja, is genoeg. Let's go. We winnen hem. Zo, ik moest concentreren. Let's go. We winnen weer. Met de twee dekjes die goed zijn, winnen we twee keer. Dit is ook een leuk dekje. Ik ga ze even in de gaten houden, deze twee dekjes, jongens. En een laatste dekje. Dit is denk ik een dekje waar ik niet zo goed mee ben. Ballon ben ik wel redelijk mee, maar met Nedo. Ik probeer uit de weg te blijven met Nedo's. Ook mensen zeiden ook... speel dat dekje van Viper, dat Hog Rider Executioner Nedo dekje. Leuk, ik heb de comment gezien. Ik heb de likes gezien op de comment. Alleen, ik ben gewoon... Oh, ik wil niet wachten ook. Ik ben gewoon niet goed met Nedo's. Oké, dat is heel chill dat we even wachten. Hoppatee, hop, let's go. Altijd een voordeel als je wacht. Ik ben gewoon niet goed met Executioner Nedo, omdat ik gewoon letterlijk nooit mee speel. Dus dat is een beetje een reden waarom ik dat dekje... misschien, ja, ik wil het wel een keer proberen, maar ik denk gewoon dat het een kleine afgang wordt. Of een grote afgang eigenlijk. Ik weet dat die Iwis vertraagt, maar ik wil toch even die Iwis levend houden. Ik wil even kijken of we er een counterpush van kunnen maken.
Ja, zie, ik twijfelde daar of ik wou gaan. Geen charge van de Mega Knight, let's go. Ik twijfelde daar of ik wou zappen, maar ik dacht van ja, die bets gaan waarschijnlijk toch voor de Mega Knight komen. Dus waarom zou ik zappen? En we gaan hier een counterpush van maken. Let's go, we hebben onze zap in de hand. Continuous in gang hebben wij die zap. Oh, Nedo, kom maar met je Nedo. Ogen dicht, jongens. Of gaat hij... Ja, gaat geen King activeren. Waarom zou je dat doen? Oh, nee. We komen tegen Nedo. We komen tegen Nedo terwijl we met een ballon spelen. Word je daar vrolijk van? Nee. Ik denk dat ik het op de goedkopere manier wil doen. Eén hitje, prima. Gaat hij dit verdedigen met gang of met bats? Ja, is het antwoord... Oh, dit is wel lekker. Voor mij moet ik die bets alsnog zappen, ja. Dat is wel jammer dat we die bets nog moesten zappen. Ik wacht heel eventjes, King Tong geactiveerd. Hog Rider dus. Wat had hij nou ook weer net? Hog Rider Mega Knight. Hog Rider Mega Knight. Toch? Ja, Hog Rider Mega Knight. Oké. Okay. Jammer. Ja, kijk. Mijn idee was goed. Zie je, kijk, dit. Je kan hier een lijpe Nedo volgens mij plaatsen daar. Je kon daar een lijpe Nedo plaatsen volgens mij. Maar ik durfde er niet aan, omdat ik gewoon niet goed met Nedo ben. En het Nedo, om heel goed met Nedo te zijn, dat moet je oefenen. En ja, die tijd heb ik niet. En die geduld heb ik ook niet. Je kan heel goed met Nedo worden, maar dat moet je dus gewoon heel, heel veel voor oefenen. Hier zie ik wel een opening. Waar zijn je bets? Oké, geen bets. Wauw, Floris, wat een mega... Ja, dat zijn daar de bets. Wat een mega slechte Valkyrie. Oh, ik ben het potje aan het verpesten. Ik moet die excuses, ik mag niet nog meer hits pakken. Wat een mega slechte Valkyrie zeg. Kingtoren was niet, of Kingtoren. Mijn toren was niet aan het helpen. Dus echt een super slechte. Ik wil het toch even zappen, want ik wil even die prins zijn charger uithalen. Let's go. Dit moeten we gewoon kunnen winnen, jongens. Ondanks dat die excuser Nedo heeft tegen ons ballondek, is dit gewoon echt, valt het echt te winnen. Dit valt echt te winnen, jongens. Dit valt echt te winnen. Prima. Kijk, dit is goed. Dit is goed. Miner in de back. Auw, waarom doet die miner in de back? Oh, ik maak domme fouten. Ik speel nooit met zo'n deck als dit. Dus vergeef me daarvoor. Nou, Executioner, kom maar. Auw. Nedertje er nog even bij om ons nog meer te plagen. Electro Wizard. Wachten tot die charge. Oef. Oké, nee, Executioner erbij. Nou, dan gaan we hier onze goede Nedo droppen. Ik was daar even te veel aan het twijfelen. Let's go, we gaan ervoor. Ja, nou, waar zijn je bets? Nou, ik kom sowieso met zijn Nedo. Wel een goed deck dit hoor, trouwens. Ook weer een goed deck, ondanks dat ik voor mijn gevoel echt mega slecht speel. Pakken we net niet die hit. Gaan we even kijken of we die Executioner kunnen stoppen. Kom op, pak die Executioner. Helaas niet. Ja, let's go, Executioner neer. Dit is ook een goed deck. Dit zijn allemaal goede decks. We pakken de hit. Let's go, we hebben gewonnen. We pakken dit. We moeten nu gewoon heel snel cyclen naar een Nedo. Wat is dit voor een deck, jongens? Ik ben echt heel erg verbaasd over deze video. We spelen met drie deck, meta decks, zeg maar, die ik gevonden heb. Of hoog op ladder, of bij Grand Challenge. En we winnen gewoon ze alle drie. Ja, dit is dan geen meta deck. Jongens, deze drie decks. Wat ben ik blij met mijn keuze voor de EWIS. Ik hoop nu genoten de video. Ergens anders komt een andere videobeeld. Check die sowieso. Ik ga oefenen met deze decks en ik heb een partij zin in, niet normaal. Misschien ook die prins binnenkort upgraden. Giant Double Prins uitproberen. Ik heb heel veel nieuwe decks om uit te proberen. Ergens anders komt een andere videobeeld in. Zullen we checken? Zien we nog in de video. En tot dan, mensen.